heb het niet zo met interviews, bro. Ik ben zelf niet zo'n prater zo. En ik hou er niet van om, als ik ga praten, op te letten in wat ik ga zeggen en al die shit. En dat mensen het verkeerd raar uit verband gaan halen en dat soort... Fuck die shit, bro. Je hebt geluk, man. Ja, toch? Ik ben heel grof met dat soort dingen. En dan komt, hij was net ver en dan gaan we snel naar een hele andere gesprek, begrijp je? Ik heb nog nooit gewerkt, bro. Mijn hele leven. Je hebt nog nooit een job gehad? Ik heb nog nooit 1 seconde gewerkt. Geld is de duivel, bro. Scheiding tussen fan en hater is dun, bro. Ik zie om me heen, broer, die ding is gevaarlijk, je weet toch? Ik ben wel klaar met ballonnen, dat is wel... Ik ben klaar met ballonnen. Ja. Rando Leaks Podcast. Real Talk. Yeah, what up, your boy Fernando. Mr. Keep It Hot, Keep It Banging. Welkom bij een gloednieuwe podcast met de one and only. En Roby, he's in the building. Ga checken, ga beseffen, ga delen, ga abonneren. Dit is exclusive shit. Die man doet bijna nooit interviews, maar hij is in Real Talk. Dus abonneer, deel het en... Keep the moves moving, baby. En Roby, Real Talk. Broski. Ja, man. Relax. Welkom, man. Real Talk, de podcast. Ja, toch. Hoe gaat het met je, man? Gaat goed. Ja, alhamdulillah, zoals ik zeg. Blessings, man. Ze zijn hard aan het werk. Ja, man. Je hebt echt toffe liedjes weer. Ik heb laatst weer een nieuwe van je zitten spinnen. Met 2 broertjes van je. Thanks, man. Ja. Dus shout-out aan hun. Jesse, die ken ik. Zeg maar, die maakt de beats. Ja, die ken je. Maar nu heb je een nieuwe geïntroduceerd. Ja. Wie is deze guy? Ik heb 3 broertjes. Jessin is de middelste van hun. Ja. En de oudste van mijn 3 broertjes is Aim dus. Ja. En ja, ik wist niet echt dat hij rapte. Maar ja, meer mensen uit de buurt en zo vertelden me van... je broertje kan er wel wat van. Hoezo? En toen heb ik het gehoord. En ik ben best een realist als hij het niet zou... zo goed zou kunnen, zou ik niet. Maar hij heeft wel echt talent. Ja. En ik heb hem gelijk aan het werk gezet en hij heeft zijn ding gedaan. En daarom... Maar hoe kan je het nooit geweten hebben? Heeft hij nooit iets hij laten horen? Hij heeft nooit wat tegen mij gezegd, man. Ja, wow. hun hebben respect, weet je, voor mij. Ik weet niet, hij dacht misschien ga ik het niet goed vinden of zo. Ja. Weet je. En hij was al heel vaak met mij, terwijl hij al genoeg teksten had. Ja. Hoor ik later, weet je, maar... Ja. Hij was gewoon stiekem aan het schrijven. Dope, man. En je broertje Jessin, zeg maar, was hij altijd al met beats bezig? Want je werkt veel met hem, je laat hem veel dingen produceren. Wij allemaal waren nooit echt eigenlijk met muziek bezig. Ik weet ook niet hoe dat ineens is gekomen. Maar toen ik muziek begon te maken... Ja, mijn broertjes vonden het gewoon sowieso leuk en zo... om te zien dat hun broer... zo gaat, zeg maar. En Jessin verdiepte zich toen in het beats maken. Ook zonder dat ik wat zei of zo. Dus allemaal vanuit zichzelf. En hij ook. Bij hem hoorde ik ook een hele gekke talent. Niet ja. Omdat mijn broertje is. Die man maakt gewoon gekke beats en zo. Dus, ja. En hij heeft gevoel voor muziek. Dus dan heb ik een beetje... Ik ben best streng dan met hun. Ze moeten wel hard werken en zo. Je moet ontwikkelen. Je moet alles bijbenen, ja. Weet je. Dus, en dat hebben ze goed gedaan. En Jessin ook vooral. Ja. Ze kijken ook echt tegen jou op van... Jij bent die big bro die, zeg maar, leiding geeft. Jongens, zo moet je bewegen. Zo moet je gaan. Je geeft ze tips. Qua dat wel, ja. Ja. Qua dat wel, ja. Want waren jullie altijd close, zeg maar, ook toen jullie opgroeiden? Of? Ja, kijk. We zijn close thuis. Ja. Ik was niet echt met mijn broertjes. Ze mochten niet met mij mee en zo. Waarom? Ja, ik weet niet. Toen der tijd was ik gewoon zo, weet je. Ik weet niet. Ik wou niet dat mijn broertjes met mij gingen hangen. Met mij en mijn vrienden of zo. Ja. Nu is dat niet meer zo. Maar vroeger was dat gewoon zo. Wel vet dat muziek jullie dan echt dicht bij elkaar heeft gebracht nu. Ja, man. Ja, dus jullie gewoon, weet toch? Nu zijn jullie gewoon, maak liedjes samen zelf. Zeker. Nee, kijk, hun waren wel vaker met elkaar. De jongste 3, vooral de jongste 2 met elkaar. Ja. Maar... ik was een beetje mijn eigen ding toen. Want met hoeveel zijn jullie totaal? 4 jongens en mijn ouders, dus 6. Doma, blessings, man, blessings. Maar hoe, want je zei op een gegeven moment van... je was met muziek bezig, maar kun je naar het eerste moment gaan... dat je misschien iets hoorde dat je dacht... hé man, ik wil het wel doen. Op welk moment begon je muziek serieus te nemen? Ja, het begon sowieso... we waren gewoon met vrienden en zo, chillen, dit, dat. Laat in de avond. Grappig, mensen elkaar dissen. Ja. Wij luisteren sowieso muziek. Dus je hebt altijd wel iets met muziek.
weet je. Je hebt altijd wel iets met muziek. Maar toen zeiden die vrienden van me van... je kan het wel goed en zo, weet je. Je hebt wel gekke lines en dat soort dingen. Toen ging ik gewoon een beetje erin verdiepen en luisteren naar mensen. En toen dan bedenk je van, misschien kan ik het wel beter dan bepaalde mensen die al artiest zijn. En dan maak je een eerste... toen was het Hou Je Bek sessie. Kwam er een via. Hij ging dus dit. Hij zegt, wil je niet een keer met mij op een Hou Je Bek sessie trekken? Ja. Daar was het eigenlijk begonnen, man. Dat was de eerste toen? Keer. Ik denk 17. Ja. Toen voelde je van, hey, eind man, 16, ik kan 17 dit. Of zo. Ja. Toen besefte je, ik kan dit. Ik heb een sound. Ja, toen... Kijk, wat ik wist het toen al, maar het is wel lastig hoor. Want muziek is ook moeilijk. Je moet ontwikkelen, al die dingen, weet je. Wat ik toen allemaal in mijn hoofd had, kwam er niet echt uit. Ik was niet zo goed of zo. Ja. Weet je, ik had misschien wel lines, maar die flow en al die dingen, dat ging niet zo... Maar als je iets wil, dan kan je makkelijker in ontwikkelen. Ja. Grijp je? Als hoe je ging je ontwikkelen? Vindt... Ging je het luisteren? Ging je dingen checken? Bij mij ging het snel hoor. Ik ging toen... toen werd ik geconnect door... door neef van Sjaak. Die is bevriend met Mo WW. En dat ging allemaal heel snel. Hij vond me dope. Ze nodigde me uit. Ergens ging we even chillen. Ja. Toen ging ik naar Wilde Westen daar kijken. En toen ik daar in die studio kwam... toen besefte ik wel van niveau is hoog... met King Size, Louis, Moula en zo. Toen ik daar op het begin kwam... hun maakte ook trapmuziek. Dus al die tekst die ik had... sloeg nergens meer op die beats. Ja. Want het is hele andere ritme. Het is hele andere rijmschema's. Hele andere shit. Ja. Dus, maar ik kon niet door de mand vallen. Dus ik moest heel snel ontwikkelen. Grijp je? Dus ik heb gewoon heel snel van hun ook... weet je, geleerd. Je moet gewoon snel leren. Wat doet iemand goed? Wat vind je goed van diegene? Ja. Wat vind je vet van diegene? En zo ga je gewoon een beetje je eigen stijl creëren. Ja. En wat vond je vet aan Moula? Want Moula heeft ook een hele eigen stijl. Hoe die ze... Moula is gewoon gek van... hij heeft goede flows en hij kan... En hij is lyricaal goed. Ja. Zijn niet veel die dat allebei kunnen. Ja, ja. En op een gegeven moment, want jullie hebben altijd chemie... als jullie op een track staan, daar is altijd een soort... er is magie. Die chemie is er nu niet echt meer. Nee, maar zeg maar... Toen wel. De tracks die jullie zeg maar maken... als ik jullie op een track hoor... dan hoor ik wel van, er is energy. Ja, maar dat komt omdat... als je elkaar hard vindt en toen der tijd ook... wij zitten met veel mensen in de studio... dus er is wel een bepaalde druk op je. Je moet sowieso... gek komen. En daardoor komt er gewoon... En plus, het is gewoon levensstijl. Alles door elkaar, broer. Dat is gewoon hoe het is. Als je vuur en vuur bij elkaar zet, broer, is... Ja. Grijp je? Ja. En bijvoorbeeld, wat ik probeerde heel verhaal zeg maar zo op te bouwen... naar hoe je gekomen bent, waar je nu bent. Dus je ging doen met Sjaak. Want in jouw flow, in jouw stijl... pow, pow, pow. Dat is zo herkenbaar, zo aanstekelijk. Waar er zelfs mensen die zeiden van... hé, maar... Hij heeft een beetje van Sjaak. Wat vond je ervan? Ja, mensen dat... ik Sjaak is sowieso, toen ik jong was, luisterde ik veel naar hem. Maar ook naar anderen. Kijk, hij gebruikt gewoon bepaalde woorden toen der tijd. Die ik ook van... Ik kom van Amsterdam West en Oost. Dus sommige woorden zijn bij ons gewoon... dat zijn die woorden, weet je. En veel mensen die dat niet kennen... gaan dan snel die vergelijking trekken van... je zegt het hetzelfde of... het is hetzelfde. Maar dat is gewoon hoe wij... dat is gewoon onze... Ja. Kijk, als je mij naast hem zet... hier, stem... ga je horen is heel anders. Ja. Als je mij naast hem gaat zetten op een liedje... ga je horen is heel anders. Ja. Begrijp je? Dus... Ja. Ik begrijp waar het vandaan komt, maar het is ook weer niet zo... dat ik echt veel... dat ik zijn flows pak of dat soort dingen, nee. Weet maar het is gewoon een soort vibe. Jullie hebben dezelfde soort vibe, maar je hebt gewoon weer je eigen stijl. Ja, kijk, het is gewoon... we zijn van Amsterdam, begrijp je? En ik ben Marokkaan en ik wil luisteren vroeger naar hem... en ook naar Naffer en ook naar de DHC toen de tijd. Dus
Dat is gewoon die richting, man. Ja. Alleen, het is nu andere tijd, weet je. Dus ik ben heel anders. Ja. Weet je, als je die liedjes van jou gaat horen en nu, is het niet hetzelfde. Ja. Weet je. Maar we hebben andere rijmschema's. Het is heel anders, ja, man. Want wat jou herkenbaar maakt, is zeg maar toen ik... laatste vriend van zei, mag ik R.O.B. interviewen? Ja, pauw. Mensen hebben gelijk wel, dat is wel belangrijk, wel een soort herkenning bij jou. Heb je daarover nagedacht of is het gewoon ontstaan? Zeg maar, die catchy dingen, dat je op een gegeven moment dacht van, hé man, dit past wel bij mij. Of ontstaat dat gewoon? Nee, dat ontstaat gewoon. En uiteindelijk ga je er misschien bij nadenken, omdat het dan is ontstaan. Dus dan kan je dingen opleveren, maar... Ja. Dat ontstaat gewoon. Ontstaat gewoon. Dat is niet iets wat je... Tenminste, ik ben niet zo'n persoon die heel veel inspiratie heeft qua dat soort dingen. Van, hé, wat moet ik gaan doen? Ja. Wat is nu hard? Wat gaan mensen hard vinden? Dat heb ik niet echt zo. Weet je, ik laat het gewoon gaan, man. Ja, en ook opeens, zeg maar, Spouw Business. Gewoon je eigen label. Eigen label, man. Gewoon business, man. Gewoon, maar hoe is dat? Want kijk, er is een verschil tussen een artiest zijn... een eigen label hebben, dat zijn twee verschillende dingen. Waarom besloot je om, zeg maar, naast het artiest zijn... ook een eigen label te gaan opzetten? Zoiets is ook niet erg. Kijk, ik was dus bij Wilde Westen en ik ben daar dus weggegaan. En toen wist ik nog niet wat ik zou doen. Of een nieuwe deal bij iemand anders. Of dat, ik wist nog helemaal niks. Maar ja, uiteindelijk besefte ik gewoon van... laat ik het zelf proberen, man. Het is wel moeilijker en alles. Veel werk en zo, maar ik denk wel dat ik het... Nou, als je het in de toekomst gaat bekijken... dat ik het wel goed kan, goed in elkaar kan zetten, zeg maar. Ja, want er zijn mensen die van buiten naar binnen kijken en denken van... dat was al een winning team met Wilde Westen. Dus die snapte nooit, ik ook niet, waarom je dan vertrok. Ja, kijk, er gebeuren veel dingen. Ik ga hier niet natrappen en zo. Mm-hmm. Ik heb respect voor iedereen, maar... Er gebeuren gewoon dingen, begrijp je? En we hebben gesproken op een volwassen manier. En we zijn er niet uitgekomen. Dus ik doe nu gewoon mijn eigen ding. En toen wist ik al helemaal niet dat mijn broertje bijvoorbeeld rapte. Mm-hmm. Dus ik heb nu een eigen label en mijn broertje is mijn eerste artiest die ik teken. Dus alles gebeurt met de reden. Ja. Ik wist dat allemaal niet, weet je. Ja. En toen mijn broertje ook kwam in me, dus dat hij ook rapt en zo, dacht ik gewoon van ja, ik kan het ook, als ik gewoon meer moeite en zo alles erin zet, kan ik gewoon iets zelfs fixen, weet je. En ik vind ook, bro, ik heb een visie, alles wat ik heb bereikt tot nu toe heb ik zelf gedaan. Ook met hulp, hoor. Maar heb ik zelf gedaan. Mm-hmm. Alleen die hulp om ons grotere artiesten te maken is er niet, bro. In Nederland. Wat bedoel je? Ja, ik... Weet je, we maken liedjes met buitenlandse mensen. We treden op overal en zo. Maar er is niet echt een label die je pakt en die een gelijke ster wilt maken. Begrijp je? Het is meer altijd voor hunzelf. Weet je, dus... In dat soort dingen allemaal, wat ik allemaal heb geleerd en hoe alles gaat. En ik ben nu al jarenlang artiest. Ik heb zoveel clips geschoten. Ik ben zoveel plekken geweest. Ik kan het zelf, man. Ja. En die connecties die ik nu heb gedaan, heb ik zelf gemaakt. Ja. Weet je, dus al die dingen wat ik in de toekomst kan doen, kan ik ook zelf doen. Ja. Als ik nooit heb gezien dat een... Weet je, dat labels even goed achter je aangaan omdat ze je willen tekenen of zo. Is niet zo. Begrijp maar want zeg maar, mensen die op afstand kijken, die zien jou gewoon succesvol. Die zien de streams, die zien de poeken, die zien de optredens. Die zien jou inderdaad, zeg maar, in het buitenland shows doen. Snap je, doen? Dus die snappen niet als jij zegt van een label. Ja, sowieso, maar... Kijk bro, ik heb één album ooit. Jij zegt succesvol. Mm-hmm. Ik heb maar één album ooit in mijn leven. Dat is 4 jaar geleden. Dus ik ben nu nog succesvol. Er is iets waardoor ik succesvol ben. Hm. Dus het kon al veel meer zijn. Waar ligt het aan dan? Sowieso muziek uitbrengen, bro. Ja. Als ik zeg, ik heb 1 album. Terwijl in deze 4 jaar tijd hebben mensen al 8 albums gedropt. Ja. En ik heb maar 1. Ja. Dus dat is wel een verschil. Ja. Weet je? Maar succesvol wil ik ook blijven, bro. Dus daardoor moet het
Weet je, moet je. Ik word volwassener en ik ben iemand. Als ik een keuze maak, sta ik achter mijn keuze. En ik moet gewoon knallen, begrijp je. Maar hoe ga jij je carrière nu een andere vorm geven? Want nu, je zegt, je bent nu je eigen labelbaas, je hebt een bepaalde visie. Hoe zie jij Aerobi nu? Zeg maar. Als artiest gewoon. Ja, hoe ga je hem. Want zeg maar, je zegt van. Je hebt maar één album. Je had er 8 kunnen hebben. Ga je nu alleen maar pokoes en albums droppen? Want... Ja, ook ja. Ook ja. Amerikanen maken. Je hebt NBA Youngboy, die brengt om de 2 dagen liedjes uit. Mm-hmm. Die kan vandaag een liedje uitbrengen en morgen heeft hij gewoon een nieuw liedje. En het gaat gewoon. Ja. Als een liedje hard is, kan het gewoon gaan. Ja. En we maken veel muziek, maken veel dingen mee. Eigenlijk moet je al heel tijd. Ik ben niet meer veel bijt. Ik ga niet naar openbare plekken. Ik hou niet van aandacht. Dus ik wil muziek maken. Ik wil werken. En dat moet er allemaal uitkomen. Ja. Dat is mijn. En ik wil albums maken met veel mensen. Als ik een label achter me heb, gaat dat allemaal niet. Je hebt steeds met me. Ja, akkoord nodig. Dit. Nee, dit is niet goed. Dat is niet goed. Nee, dit is beter. Dat is beter. Broer, ik wil muziek maken, broer. Migos maakt met alle artiesten album. Los van hun eigen albums. Maakt niet uit wie. Alle Amerikaanse artiesten, daar album, daar album, daar album, daar album. Muziek maken, bro. Ja. Grijp je? Hier gaat het allemaal veel te. Je moet wachten op veel dingen. Daar ben ik het allemaal niet mee eens. Je moet gewoon zelf zeggen, nu wil ik een track. Morgen wil ik hem uitbrengen, want hij is af, hij is goed. Ik wil gewoon vlammen. Ja, kijk, het nu is het wat moeilijker. Ik kan niet zo morgen uitbrengen. Ja, nee, maar leveren, dat soort dingen. Maar dat eigenlijk wil je meer, dat meer vaart en meer energie in die tunes. Toch? Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld, want je connecties in Frankrijk, want voor de mensen die net intunen, zeg maar, wie zijn dan die Franse artiesten die jij nu echt voelt, die denken van, ja man, daar wil ik meer liedjes mee opnemen. Want mensen kennen jou in Frankrijk. Ik ken guys zeggen, ja man, mensen luisteren gewoon naar Aerobi in Frankrijk. Ja, Frankrijk, Spanje, België, Marokko, daar is het, Duitsland. Alleen... Frankrijk, er zijn veel artiesten daar die hard zijn. Alleen ik ben, weet je, Lacrim is toen de tijd naar mij gekomen. Mr. Hughes, hij ook goed bevriend mee. Mm-hmm. Dat zijn gewoon een beetje mensen naar wie ik ook luisterde vroeger. En ik had ook interview vroeger dat ik zei van, met Lacrim wil ik graag een liedje maken. Het is, toch, hij is naar mij gekomen. Dus dat zijn de mensen met wie ik muziek ook, het komt al uit. Dus er is al veel muziek met hun. Ja. Wat er nog uit gaat komen, ook op hun albums en Met zo. Met Lacrim en zo ook. Ja, en Mr. You en zo. Dus er komt al heel veel uit. Maar ja, uiteindelijk gaat het gewoon mezelf. Bro. Hun vinden mij hard. Dus ik moet gewoon, begrijp je? Dus ik moet gewoon zelf muziek maken, bro. En internationaal, als je liedje hard gaat nu met internet en al die dingen, dan gaat het gewoon hard. Hoe was dat, zeg maar, je droom dat je iemand tof vindt en die checkt jou voor een track. Hoe mooi, hoe crazy is dat? Zeg maar, sta je jezelf te knijpen van, serieus, is deze keer echt? Ja, kijk, vroeger zou ik zo denken, broer, maar door alles wat je hebt meegemaakt en zo, ben je gewoon wat cooler en rustiger. En dingen kunnen ook op het laatste moment afketsen. Dus je bent gewoon relaxed. Ja. Dus hoe hij die bericht stuurde en zo, ik was gewoon relaxed. Maar toen ik hem ontmoette en zo, die man is gewoon... hij is echt een goede man, weet je. Ja. Realistisch, slim. Maar dat soort mensen kijk ik graag op. Wat heb je van hem geleerd? Wat heeft hij tegen je gezegd? Dat je denkt van... Kijk, wij hebben een soort... Onze fans zijn lastig. Wij hebben... hoe ga ik je uitleggen? Mijn muziek trekt woede, trekt veel, trekt drugsdealers, trekt alle soorten mensen aan. Begrijp je? Dus onze fans zijn lastig. Plekken waar wij komen, al die buurten van waar die jou kennen, al die jaloezie die er gaat meespelen, al die roddeling, al die... Daar moet je wel sterk voor zijn, weet je. Mm. Anders ga je ook acties doen die niet goed zijn. En van zulke mensen die al zo lang artiest zijn, die heel de Arabische wereld, zeg maar, kent hun, die maken dat echt veel op een hoger niveau mee. Van dat leer ik. Dat zijn lessen. Je moet mentaal sterk blijven, ja. Want die mensen maken het nog erger mee. Maar hoe train je jezelf om mentaal sterk te zijn
als je bekend bent. Want het is bekend zijn, het is crazy. Want iedereen wil wat van je. Iedereen wil met je op de foto. Mensen willen money van je. Voor mij is het wat... Kijk, elke artiest gaat, denk ik, wat anders zeggen. Omdat sommige artiesten houden er ook, denk ik, van... Mm-hmm. Van een fotootje maken en van... dat er over je gesproken wordt en dat soort dingen. Sommige mensen houden daar gewoon van. Of, weet je, ik hou daar gewoon niet van. Ik raak dan een beetje mezelf kwijt als dat soort... Dus ik weet niet, man. Ik train mezelf gewoon door... Ja, je moet spits blijven, zoals ik het zeg. Ik weet niet, man. Ik ben gewoon veel praten gewoon met Matties en zo. Ja. Kijk, uiteindelijk, er zijn meerdere mensen die zien wat ik allemaal meemaak. Begrijp je? Dus je hebt wel mensen die zien dat deze wereld heel gek is en hun helpen je gewoon. Ja. Weet je. Maar wat zien wij niet van het leven van Nairobi, zeg maar, van bekend zijn? Wat zien wij niet, zeg maar, in jouw life, zeg maar? Want je zegt van, je bent niet van de foto's en de glitter en de glamour en de nee, kijk, laat ik het zo zeggen. Kijk, als ik een show heb en mensen willen met mij op de foto, ga ik gewoon een foto maken. En het is niet dat ik het slecht vind of zo. Mm-hmm. Ik vind het ook wel leuk. Alleen ik heb er niet een hele blije gevoel van, of zo, dat ik het nodig vind, al die dingen. Weet je, ik doe het meer voor hun, niet voor mezelf. En dat dus. Ja, nee, maar wat vind je het ook een positieve kant hebben, zeg maar, bekend zijn? Want in principe kennen mensen nu je muziek. Ze waarderen en omarmen het talent wat je hebt, de dingen die je opneemt. Vind je dat ook een positieve kant? Of zie je zelf ook nog meer positieve kanten van de fame of wat het met zich meebrengt? Ja, er zijn positieve kanten. Bro. Als jij mensen ziet, als ik in Spanje optreed en ik zie Spaanse mensen rappen Nederlands, bro, dan word je blij. Bro. Of als ik in een van de gekste tenten in Marbella ga staan of zo, dan weet je, dat zijn wel mooie dingen. En dat je zoveel luisteraars hebt en dat mensen je toch wel kennen. Er zijn genoeg mooie dingen. Ja. Weet je, en mijn broertjes zijn trots en dat soort dingen. Maar dat is bij alles zo, bro. Goed en slecht, weet je. Als je voetballer was, had je ook... kan je een paar keer winnen en dan verlies je een paar keer. Of je raakt geblesseerd in 6 maanden. En dan eerste wedstrijd score je weer een goal. Heb je weer blijdschap. Alles gaat op en neer, bro. Dat is het leven. Ja, want wat veel mensen misschien niet weten, zeg maar, jij was echt een groot voetbaltalent. Ja. Ja, als ik het over jou heb, zeg maar, die man is ziek met voetbal, man. Ja, maar dat wordt gewoon gezegd. Ik heb hoog gevoetbald, maar niet zo lang, hoor. Maar ik kon wel goed voetballen. Heb je gespeeld voor de mensen die niet in tune? Waar heb je gevoetbald? Ik heb bij verschillende clubs gevoetbald. Ik begon bij mijn buurt in Bosselommer. Mm. Dan heb je een club die heet AVV Sloterdijk. Mm-hmm. Is laag, heel laag. Was lopen. Je weet, vroeger iedereen van de buurt zit op die club. Daar speelde ik misschien 2 jaartjes. Heel onserieus. Toen gingen we verhuizen naar Eiburg, van Bosselommer naar Eiburg. Toen zat ik even zonder club. Toen... heb ik bij Zeeburg een keer meegedaan, maar die vond me niet goed genoeg. En toen ging ik naar een andere club, die het ZSG VMS. Ja. Daar kende mijn vader iemand van het bestuur, via werk. En daar ging ik toen mee zwemmen, was ook heel laag niveau. 8 scoren, 7 scoren, 6 scoren. Ik vond dat niet meer leuk. Heb je een club daarnaast, die heet DCG, is in Osdorp. Die speelt wel hoog. Daar ging ik toen meedoen. Met een... Ik had 1 dag om te bewijzen. Mm-hmm. En het was voor C1, C2 toen. Dus ze gaan kiezen of je in C1 of C2 mm-hmm. komt. Ik werd gekozen. Toen na de zomer kwam ik daar. Speelde ik een half jaar. Kreeg ik brief van KNVB. Kwam ik bij KNVB. Moest ik daar stage lopen met 40 andere van heel Noord-Holland en zo. Werd ik weer gekozen, toen kwam ik bij die team. En toen heb ik ook een paar stages gelopen, zoals Ajax en zo. Toen ging ik uiteindelijk
van DSG naar Volendam. En daar heb ik een driekwart jaar gespeeld. Ben ik zelf weggegaan. Want dat was een beetje faya gegaan. En daarna heb ik niet echt meer gevoetbald. Want toen kwam muziek heel snel. Ja, maar zo is faya gegaan. Je kwam niet meer opdagen of trainen? Of, Ja, kijk. Is een beetje makkelijk om te zeggen. Maar toen der tijd, bro. Voetbal is alles. Mm-hmm. Voor mij. Je bent buiten. Maar toch is voetbal alles. En ja, ik merkte gewoon dat ze hun kwamen naar mijn huis toen en ze wilden me heel graag en zo. En toen ging ik naar daar en die teamgenoten praten niet tegen mij. En die trainer praat niet tegen mij. En je scoort een gekke goal en hij zegt niks. En toen ging het en ik kwam ook geblesseerd terug van zomervakantie. Dus mijn eerste seizoen dat ik bij Volendam zeg maar kwam, had ik mijn enkelband gescheurd. Dus het ging gewoon alleen maar. Ook toen ik ging spelen, speelde ik niet meer goed. Geen zelfvertrouwen, geen niks, geen dat. En die mensen zijn gewoon zo zwart, bro. Ik heb dat nooit meegemaakt, begrijp je? Wat bedoel je zwart in de zin van emotie? Gewoon, hoe ga ik je zeggen? Ze hebben gewoon scheid, bro. Mm-hmm. Weet je, het is gewoon ieder voor zich. Mm-hmm. En racisme is daar heel groot, weet je. En ik hou er niet van om over te praten, maar racisme is daar echt groot, bro. Gaat diep. Mensen zijn daar, weet je, zijn anders daar. Alleen ik wou voetballen, dus ik hou mijn mond en ik wil gewoon slagen. Maar drie kwart jaar en ik word niet opgesteld en dit en dat en al die dingen. Dan komt gewoon alles bij elkaar. Dacht ik, fuck deze hele shit, man. Ja. Ja, toch, ik kan goed voetballen, ik voetbal niet goed. Dat klopt al niet. Ja. Begrijp je? Ja. Ja. Bizar eigenlijk, zeg maar dat. Het is eigenlijk iets wat sowieso veel gebeurt. Racisme, discrimineren en dat soort dingen. Maar het is jammer dat je zeg maar op zo'n moment... Maar het is niet racisme. Ze zeiden niet, Marokkaan, dit, zo gaat dat niet. Mm-hmm. Begrijp je? Het gaat veel sluwer, bro. Ik zeg tegen jou, met teamgenoten praten niet tegen mij. Ik had gelukkig twee jongens van Amsterdam. Daar chillde ik mee. Maar voor de rest, bro, hun praten niet en... Hoe ga jij met iemand samen spelen, broer, die niet met jou praat? Dat kan al niet, man. Ja. Je moet vrienden zijn, anders kan voetbal niet. Ja. En wat deed het met je toen je uiteindelijk stopte? Want je zegt, voetbal was alles voor je. Ja, nog steeds, broer. Dat is voetbal is alles. Weet je. Je blijft altijd spijt krijgen van bepaalde dingen. Maar ja, het is hoe het is. Alhamdulillah, mijn kleinste broertje speelt voetbal goed. En hopelijk redt hij er wel. Ja. En toen, Dana, wat gebeurde toen, Dana? Want toen was je voetbaldroom was toen, ja, sloes, klaar. En toen, waar was de fase toen in je leven? Pakte je toen, was dat de periode dat je muziek oppakte? Of? Dat ging heel snel, maar dat was er precies na. Ja. Alleen bij Volendam rookte ik al. Ja. Toen ik bij FC Volendam speelde, dus daarvoor waren we al chillen, dit, dat, buiten op straat, dit, dat. Je hebt toch geld nodig, bro. Ja. Begrijp je? Ja. Je hebt geen normale bijbaan. Nee. Ik heb nog nooit gewerkt, broer. Mijn hele leven. Je hebt nog nooit een job gehad? Ik heb nog nooit één seconde gewerkt, man. Oh shit. Ik had lastig met voetbal, bro. Ja. En ik hield ook van buiten, dus... Prachtig jaren zo lekker begonnen. Lekkere muziek, lekkere moves. Ik draai al een paar dingetjes al in mijn Nando League, zie je toch? No tuned. Spaal. Dus ik ben lekker bezig. Maar wat ook een ding is, zeg maar, wat ook heel veel mensen ook online over hadden, was toen je dat postte dat je bijvoorbeeld in het ziekenhuis lag. Weet je, ik sprak je ook over de app, hadden we contact, weet je. Dus dat was ook een schrik voor mensen. Wat kun je daarover vertellen? Over... Dat iedereen gezond moet blijven, broer. Mm-hmm. Ziekenhuis is fire. Ja, het was gewoon even een slechte moment. Ik moest toevallig... Zaterdagnacht werd ik ziek. Zondag moest ik naar Madrid voor een show. Ja. Ben ik toch gegaan, want ik dacht misschien is het gewoon een kleine... iets kleins of zo. Maar het werd maar niet beter. Ben ik terug gaan in het ziekenhuis gaan en... Moest ik daar uiteindelijk 8 dagen of zo, 7 dagen blijven. En een week daarna is mijn vader in het ziekenhuis gekomen ook. Dus dat was wel even lastige tijd, man. Oh shit, maar het gaat nu helemaal goed, een soort gezondheidsding. Ja, goed, het gaat goed, ja.
Alhamdulillah. Kijk, ik weet niet wat er... we gaan niet echt vaak naar de dokter en zo, dat je precies weet wat er aan de hand is. Maar het gaat gewoon goed met mij. Ja. Weet je, alhamdulillah. Ja, maar wat zeiden ze? Kun je dat vertellen of is het gewoon... Er was iets waardoor ik dus in het ziekenhuis moest gaan. Maar toen hun onderzoeken gingen doen en zo, kwamen ze gewoon achter meerdere dingen. Omdat ik dus nooit niet echt naar de dokter ga en zo, begrijp je? En het waren verschillende dingen, bro. Ik wil niet precies zeggen. Ja. Het heeft gewoon met van alles te maken, weet je. Dat is gewoon slecht leven, laat ik het zo zeggen. Hoe leef je nu dan? Hoe heb je je leven aangepast sinds... Ja, niet heel veel veranderd, broer. Ik denk, zeg dat je nu wortel eet en dat soort dingen. Ja. Je bent nu gezonder gaan eten, maar je wilde niks veranderen. Nee, bro, kijk. Een van die redenen toen der tijd was ook ballonnen, bro. Mm-hmm. Daarmee ben ik ook gestopt, begrijp je? Alleen, die ballonnen was de reden dat ik moest kotsen en al die dingen en zo. Mm-hmm. Maar doordat ik in het ziekenhuis kwam, zag ik gewoon meerdere dingen, weet je? En dat is gewoon ongezond leven, begrijp je? En ja, daarvoor moest ik even behandeld worden. En maar je bent wel klaar met ballonnen, dat is wel... Ik ben klaar met ballonnen, ja. Omdat... ook omdat, bro, maar ook... Ik zie om me heen, broer, die ding is gevaarlijk. Je weet toch, het kan psychisch wat doen. Het kan mensen krijgen wat met hun benen. Ik had dus luchtbellen die uit mijn longen waren gekomen. 2 centimeter naast mijn hart, hier. Ja, dat soort dingen, broer. Je weet toch, deed het wel extreem. Ik deed het wel een beetje extreem. Maar ja... Het is gewoon niet goed, je weet. Ja. Maar wat is extreem? Want ik heb nooit ballonnetjes gebruikt. Zeg maar, wat is extreem? Want ik zie van die grote gasfles bij mensen soms denk ik, yo. Ja, kijk, het is... Wat ga ik je zeggen? Ja, want ik snap er geen bal van. Zeg maar, wat is extreem? Is het 2 ballon, 3 ballon per dag? Nee, dat is geen extreem. Okay. Maar niemand gaat 1 of 2 ballonnen per dag doen. Okay. Want je vindt het lekker, broer. En als je iets lekker vindt, wil jij meer. Begrijp je? Dus als jij thuis zit met een meisje of iemand zit met zijn mattie of zo... Mm-hmm. Dan gaat een tank of 2 makkelijker doorheen. Die ding houdt je wakker. Je blijft maar meer doen. Je blijft... Zombie life, man. Ja. Maar hoe kap je er makkelijk mee? Want je zit in een industrie waar bijna iedereen het doet. Nee, maar ik ben... Tegen zoveel dingen kan je nee zeggen, broer. Ik rook jonkels en ik drink alcohol. Voor de rest hoef ik niks, man. Ja, dat is het. Dat is het, man. Zou je ook daarmee kunnen stoppen met jonkels? Dat je denkt van... Dat is een lastiger verhaal. dat is een moeilijker verhaal. Ja, dat is moeilijk. Dat is een lastiger verhaal. Nee, maar hoe kan je bijvoorbeeld... Wat ik altijd met mijn podcast ook wil doen is mensen ook een beetje in die wereld nemen van wat de gevaren zijn en wat de pluspunten zijn of niet. Maar bijvoorbeeld ballonnen, dat is echt... Iedereen heeft erover van... Ja, maar hoe zorg je ervoor dat kids het niet gebruiken? Want het is populair. Hoe ga je tegen een kind zeggen of iemand... Doe het niet. Snap je? Wat kan jij als expert, ex-expert zijnde... zeggen. Ja, dat is lastig. Snap ik bedoel? Hoe kan jij nu tegen iemand anders behoeden? Vader zei ook, je moet dit niet doen, je moet dat niet doen. En iedereen zegt dat tegen iedereen. Ja. Kijk, eigenlijk, het is niet goed, maar eigenlijk moet je het meemaken, begrijp je? Ja. Eigenlijk is dat het, maar het ligt ook aan de mens zelf. Ik heb ook 2 andere broertjes, als ik zeg Jesse bijvoorbeeld en zo, die hoeft helemaal niks van niks te weten, broer. Hij is gewoon zo, begrijp je? Het ligt ook aan de persoon zelf. Ja. Weet je, kijk, die shit is niet goed. En vooral niet in de hoeveelheid wat het kan gebruikt worden. Ja. Vooral als je ook geld hebt. Als iemand minder geld hebt, gaat hij minder halen. Ja. Als iemand veel meer geld hebt, gaat hij meer halen. Maar is geld daarom soms een vloek? Omdat zeg maar, je hebt de vrijheid aan de ene kant om meer dingen te kunnen kopen. Maar het brengt je ook in een soort situatie waarbij je ook alles kan krijgen. Ja, geld is sowieso vloek, bro. Geld is sowieso vloek. Ja? Ja, man. Geld is de duivel, bro. Dus dat is het. Alles, het leven draait om geld, begrijp je? Dus alles gaat om geld. En als je meer hebt, ga je meer doen. Dat is logisch. Maar je hebt ook meer problemen. En je komt ook andere dingen tegen. En je gaat ook anders leven. En mensen gaan anders naar je opkijken. Mensen gaan anders tegen je doen. Ja. Veel dingen gaan anders. Ja. Maar ik heb ook in je omgeving dat mensen anders... tegen
Aerobie doen dan voorheen? Nu dat je nog bekender bent en dat je gewoon je papa en je bloeboes, je hebt, je toch? Je hebt... Ja, dat gebeurt sowieso, bro. Ja. Dat merkte ik toen al met voetbal vroeger. En ook als je kijkt op straat en wie, als je populair bent, als je dingen hebt gedaan, populair, dit, dat. Je weet hoe die dingen gaan. Mm. En mensen gaan over je roddelen, mensen gaan dingen verzinnen om je kapot te maken, mensen gaan dingen doen om je kapot te maken. Uiteindelijk, het is nou eenmaal zo, begrijp je? Als je steeds gaat denken aan, je moet proberen op te lossen, al is dat wel lastig. En ik doe dat gewoon zo veel mogelijk afstand, je weet toch? Ja. Alleen mensen die echt met me zijn. Alleen voor de rest, veel mensen kunnen ook doen alsof ze er voor je zijn. Weet je, maar dat is helemaal niet zo. Ben je vaak teleurgesteld in mensen? Ja, kijk, ik ben een persoon, bro. Ik ben heel... Ik hou niet van nieuwe mensen leren kennen en vrienden en weet ik veel wat en zo. Dus die mensen die ik echt ken en waarmee ik, je weet toch, mijn best heb gedaan en al die dingen. Als iemand wat, je wat vies aandoet, tuurlijk ga je ermee zitten. Maar niet lang. Want die dingen zijn ook weer lessons. Begrijp je? Ja. En liever dat het gebeurt dan dat het niet gebeurt. En dat je voor de gek gehouden wordt. Ja. Begrijp je? Wat is de mooiste les die je tot nu toe hebt meegekregen dan? In deze vibe, in deze lifestyle. Dus je denkt zo. Ja, veel is lastig. Ik weet niet. Je top drie. Nee, maar iets dat je denkt van ja, wow, dat is wel belangrijk om te weten. Daarmee kan ik wel. Dat heeft je of gevormd. Weet je, de voetbal heeft je ook iets bijgebracht van yo. Ja, kijk, je bent aan het werk, dus je wordt slimmer in alles wat je doet, begrijp ik. Open nu een bedrijf, dus je bent slimmer geworden. Vroeger kon ik dat niet. En weet je, dus je leert wel veel dingen. En alleen, je ziet ook gewoon veel een andere kant van mensen, begrijp je? En scheiding tussen fan en hater is dun, bro. Die fan kan snel hater worden. Als hij een foto met je wil en ik heb net 20 foto's gehad en ik wil even doorlopen en mijn vrienden... Hij verandert snel van fan naar hater, bro. Ja. Begrijp je? Ja. Ja. Vieze flikker, deze man wil geen pika met me maken. Wat is dit, dit, dit? Mm-hmm. Hij doet stoer, HC, dit. Begrijp je? Er is altijd wel een... is moeilijk te zeggen. Bro. Ja, maar dat is crazy, man. Die fan die gelijk hater wordt. Dat is met veel dingen, bro. Of... Ja. of weet je, ik maak laatst mee... komen twee jongens, Robbio, Faka, dit, dat, datje. Ja, ik zie gewoon, die man heeft love voor mijn muziek, voor alles. Hoe ik met hem rustig zit. En ik hou al niet van nieuw praten en nieuwe vrienden, wat ik je uitleg. Dus ik ben al kort af en zo. En omdat hij zichzelf bij mij wilt... misschien zodat ik hem niet vergeet. Of omdat hij zich stoer wil laten blijken, gaat hij een beetje stoer praten. Mm-hmm. Weet je, om zichzelf bij mij een beetje, terwijl, bro, wat doe je nou? Dus ik ben heel grof met dat soort dingen. En dan komt, hij was net fan en dan gaan we snel naar een hele andere gesprek, begrijp je? Is heel snel omgedraaid, bro. Van broer, praat niet meer tegen mij, ga loesoe praten. Ja. Grijp je? Ja, ja. Ga liever loesoe. Ja, ja. Je weet toch, oprotten. Die dingen, dan merk je gewoon van die scheidingen, dat leer je van... Je bent gewoon wat spitser, wat intelligenter. Mensen veranderen snel, bro. Ja. Begrijp je? Ja. Dus dat is het gewoon. Bizar eigenlijk, als je erover nadenkt. Van dat iemand zich dan op een andere manier instelt. Hij wil indruk maken. Hij bedoelt het misschien niet slecht. Maar daardoor shift het wel, de energy. Ja, kijk. Zoals ik zeg, wij als artiesten hebben ook veel druk. En dit en dat. En alle mensen overal waar je komt. Tankstation, ken die. Je gaat naar, je wilt eten. Ze herkennen je. Je wordt overal herkend. Wij moeten daar ook mee leven. Dus niemand kan verwachten dat ik 24 uur blij ben. Of ga lachen of dit, dat, broer. Want ik heb mijn eigen leven, broer. Ja. Jij bent ook niet met mij van ik de hele dag... mijn shit toe. En mensen me herkennen. En dit en dat. Ben je er ook niet bij. Dus weet toch, laat me gewoon met rust, bro. Ieder zijn eigen dingen. Mensen willen gewoon vaak stoer doen. Omdat ik ook stoere muziek maak. Wat eigenlijk niet zo gewoon is. Maar zo ziet iedereen dat. Ja. En dan ga je... Je komt gewoon in dat soort kringen. Begrijp je? Ja. En gelukkig, alhamdulillah, bro. Ik ben al vanaf jong
intelligent in dat soort dingen. Ja. Dus gelukkig daarom ben ik ook gewoon nog steeds de dag, op de dag van nu wie ik ben. En gaat mijn muziek nog goed en alles. Ja. Maar je maakt ook gewoon, zeg maar, jouw muziek inderdaad zit ook een soort energy in. Maar zouden we van jou ooit een love song kunnen verwachten? Een soort, ik weet niet, zeg maar. Want je hebt nu die trap songs. Je bent nu van, pow, pow. Maar, ja, maar zou waarom, je bijvoorbeeld ook... Waarom? Ik weet niet. Ik begrijp. Ja, ik weet... Ja. Jij stelt die vraag gewoon, maar ik zal dan aan die mensen die dat graag willen, ja. Waarom? Begrijp je? Als je een love song wil, broer, zijn genoeg mensen die dat maken, bro. Ja. Begrijp je? Ja. En ik heb wel een liedje bijvoorbeeld van Busy, een love song waar ik op sta. Alleen ik praat niet over love. Ja. Tenminste, over love met een meisje dan. Of ja. Met een dame. Ja. Daar heb ik het niet over. Maar het is wel een love song. Oké. Okay. Maar het is gewoon meer, weet je, het is, want, maar heb jij bijvoorbeeld ook een inhoudelijke visie van, dit ga ik nooit doen? Stel iemand van een heel andere genre zegt, yo, wij willen met jou, een country zanger zegt, hey Robby, wij willen een song doen. En het is totally level wat jij wilt doen, maar bro, als ik het hard vind, als ik het hard vind, dan doe ik het, bro. Oké. Okay. Als ik het hard vind. Je bent niet gebonden aan, zeg maar, één stijl. Nee. Want je bent nu met Young Felix ook met een dik project bezig. Ik heb een paar stukken dingetjes gehoord. Daar lijkt ook een soort goede connectie te ontstaan. Hoe hebben jullie elkaar gevonden? Ja, ik heb al Batman Olo toen met Yusilvi een visie met hem gemaakt. En hij vindt mij gewoon hard. Ik vind hem hard. Hij showt me love. Ik show hem love. Dus dan is het makkelijk, bro. Ja. Bel je hem dan op en zeg van, hey, luister dan bro, we moeten gewoon iets doen. Of ja. Is het gewoon organisch gewoon... Nee, ik heb wel altijd gehad dat ik wel wat met hem wou doen. En ik heb het toen aan management en zo doorgegeven. Wat ook zijn management is. Dus zoals het wat... Zoals het ja, sneller gaan, nog sneller gegaan. Ja. Eigenlijk dat is ook al pap. Ja, maar wie staat nog meer op jouw lijst? Met wie zou je nog meer willen werken? Wat zijn collaborations dat je denkt van, nou als ik... Want kijk, Lacrim was eentje van jou over droomde. Is gelukt, heb je gebeld, jullie hebben contact, dat is next level. Voor hip-hop fans, Lacrim, Google, do your research. Man is een baus, wee, check die kill. Ja, maar ik heb ook bijvoorbeeld, ik sta ook op een liedje met Fredo en Lacrim. Fredo is een van de grootste van Engeland. Ja. Ik sta ook op een liedje met M. Hancho en Lacrim. M. Hancho is ook een van de grootste van Engeland, dus... Er zijn meerdere dingen. Ik heb ook met een Duitse artiest nu... Er komen veel dingen. Ik heb niet echt iemand... Lacrim was... Dat was hem. Je hebt hem ja. Kijk, tuurlijk, je hebt mensen die... La Fresh Montana, Ghana, dit, dat. Je hebt genoeg mensen die je hard vindt, weet ja. Je. Maar ik ga niet... Dat moet vanzelf komen. Maar, ja. Weet je, ik ben niet echt dat ik daar achteraan ga of zo. Als ja. Ze me hard vinden, graag. Waarom niet? Ja. Maar wat is zeg maar, nu de next move? Is zeg maar, vooral veel nieuwe muziek maken. En gewoon die muziek gewoon naar de fans brengen. Dat is gewoon de basis. Gewoon, er moet een album komen. Nog een album. Ja. Ja. Hoe zie je jezelf over 10 jaar? Ik hoop fucking rijk, praten. Ik hoop fucking rijk, praten. Daar werk ik voor. Ja? Ja, man. En ja, ik weet niet in welke... Wat, ja, toch wat precies. Ik wil een familie hebben. Ik wil dat soort dingen. Je weet ja. Dat sowieso. Maar ik wil veel geld hebben, broer. Ja. Maar is het zo... Want ik spreek regelmatig mensen met heel veel geld. En dan allemaal zeggen ze van... Op het moment dat ze het geld hebben... Dan beseffen ze op een gegeven moment dat het niet alles is. Geloof je ook dat... Ja, ik heb ook veel geld gezien, broer. En ik besef ook dat het niet alles is. Alleen je hebt het toch wel nodig. En ik ben er nu al in. Ik ben op een bepaalde bekendheidslevel. Als ik in Barça in de club ben, word ik herkend. Als ik in Parijs loop ergens, word ik herkend. Die level van geld en bekendheid moet wel hetzelfde zijn. Begrijp je? Hoe bedoel je? Nee. Ja, ik ben zo bekend, broer. Dan mag je wel wat centjes hebben. Als je later over 10 jaar heel bekend bent. Maar je bent faya. Is faya, bro. Ja. Mensen gaan je uitlachen. Ja. Je weet toch? Dat is faya, broer. Maar wat dus uiteindelijk gaan er ook andere dingen meespelen. Ja. Niet alleen ik, maar alle artiesten. Ja. Want je kan niet teruggaan. Begrijp je? Ja. Vind je het soms eng aan de ene kant, zeg maar? Want... Ja, eng niet. Het is met alles zo. Ja.
Want muziek is, wat je zegt, wat veel mensen niet weten van... artiesten hebben soms ook een soort onzekerheid. Maar zeg maar, je maakt een liedje en jij vindt hem hard. Maar de vraag is, gaan mensen hem ook hard vinden? En dat is het wachten. Oké. Ja. Dan nog een pokoe. Ja. Yeah. Oké, maar waarom doet die... Heb je dat soort gedachten wel als je denkt van... Nee. Kijk, ik laatst weer een voorbeeld van Murda bijvoorbeeld. Die man rapt zo lang. En hij is altijd al een goede rapper geweest. Gruwelijk, ja. Grijp je? Alleen nu is die bommetje gekomen. Hetzelfde als Burna Boy bijvoorbeeld. Ja. Is ook al zo lang artiest. Maar pas laatst door die liedjes is hij echt gaan. Je weet maar nooit wanneer je tijd is, broer. Je moet gewoon werken en het staat geschreven, bro. Begrijp je? Ja, maar zeg maar, wat ook tof is van Murda is dat hij op een gegeven moment in zijn eigen taal, de Turkse taal, gewoon Turkije domineert. Is dat ook iets wat jij zou doen? Zeg maar dat je Marokko... Alleen Marokko is niet net als Turkije. Marokko gaat mij nooit kunnen bieden wat... Weet je, daar is het wat... Mijn muziek kan, dat is sowieso lastig. Daar wat echt geld gaat geven, bijvoorbeeld festivals en dat soort dingen, zijn van de staat. Dingen van de staat. Mag je niet van schelden of mag je niet gaan schelden en zo. En ik scheld in elke trek. Begrijp je? Ja. Dat is al een probleem. Ik ben wel bekend in Marokko, maar dus dan zou ik dat moeten veranderen. Ja. Begrijp je? En dat soort dingen. Dus... En ben je bereid om dat te veranderen? Om daar, zeg maar... Jawel. Kijk, het is gewoon momentfase, broer. Als ik rap op dat moment wil ik schelden. Ja, ik scheld, broer. Als jouw vader boos is of iemand zijn nichtje of weet ik veel wat. Of zijn oom of scheldt hij ook. Ja. Ik doe het alleen in de mic even. Op dat moment wil ik even schelden, begrijp je? Dus dat is even mijn moment. Motherfuck, dat is even mijn moment, weet toch? Maar er komen ook genoeg momenten aan dat ik gewoon kalm ben, broer. En ik heb veel muziek, bro. Dus... En wat vinden je ouders zeg maar, van jou als artiest? Wat zeggen ze van de nieuwe muziek? Kennen ze je muziek? Maar... Mijn ouders, ik praat niet veel met hun over dat. Mm-hmm. Ik heb respect voor mijn ouders. Mm-hmm. En, maar hun zijn wel trots op mij. Ja, toch, dat besef ik wel en dat merk ik wel. Want hun weten ook, ik heb veel meegemaakt in allerlei dingen. Dus hun vinden het wel op zich toch goed dat ik doorzet en hoe ik met alles omga. En hun beseffen ook dat het niet makkelijk is en zo. Alleen qua muziekinhoud, daar ga ik niet veel met hun over praten. Want ik weet ook dat dat slecht is en ik wil het daar niet eens met hun over praten. Ze weten dat je muziek maakt. Ik wil niet eens dat hun... Maar, ja, tuurlijk bro, er komen ook mensen naar mijn ouders. Weet je, mijn moeder heeft ook vriendinnen en die hebben weer kinderen. En je weet hoe dat gaat. Dus ze hoort het wel, weet je. Ja, was wel bijzonder dat je gewoon je zoon gewoon een rapstar is. Hij is gewoon een ster. Ik denk dat het voor moeders en sowieso voor ouders... Ja, maar mijn moeder, ik geef haar... Ik meng haar niet heel veel met die muziekwereld. Dus zij voelt niet heel echt dat ik ster ben. Mm-hmm. Zij heeft nooit met mij gezien dat iemand me een foto kon vragen of zo. Want ik ben niet... Ik ga niet met haar naar buiten of zo. Grijp je? Dus ik laat haar zoveel afstandelijk mogelijk van ding. Ik ben gewoon mezelf. Ja. Gewoon, ze moeten me niet zien als opeens artiest of zo. Grijp je? Maar wat doe je zeg maar, in je vrije tijd? Wat weten mensen niet van jou? Zeg maar, wat doe je in je vrije tijd? Als de camera's uit zijn, geen studio. Wat zijn je hobby's? What do you do? Ik hou sowieso van voetbal kijken, bro. Ja. Daar vind ik mijn kalmte in. Ja. En ik ben gewoon werk, bro. Nu op dit moment ben ik echt... hele dag bezig aan het denken. Als ik, ook al ben ik ergens aan het chillen of zo, ben ik gewoon aan het denken of met mijn broertje aan het praten of wat de volgende stap zou kunnen zijn. Ja. Wat voor dingen. Met gewoon strictly focus gewoon. Ja, ik ben echt even op deze shit. Man. Ja. Ik ben echt even serieus op deze shit. Ja, maar hoe zit het bijvoorbeeld met kledinglijn dingen? Zo? Maar zeg maar, je hebt van die hele pakkende teksten en dingen die je zegt. Motherfucks. Zijn het ook dingen die je ook gaat uitbouwen in merchandise? Ga je verder? Je zonnebril moeten we zo ook over hebben. Het zijn allemaal dingen die catchy aan jou zijn. Ja, ik heb merchandise nu. Ik heb al... eigen webshop geopend en die dingen gaan nu. En we moeten het alleen nog uitbreiden. En de basis staat er in ieder geval. Ja. Spouw staat erop. En, ja. Ik heb een vest met ook spouw op de achterkant. Ja.
Maar dat is stap voor stap, weet je. Ik zit nu in allerlei dingen, dus het moet gewoon allemaal stap voor stap. Ja. Dan komt gewoon alles mooier uit, man. Merchandise, alles. Want je hebt nu ook management. Hoe belangrijk is management? Kijk, er zijn natuurlijk heel veel artiesten die hebben een neef die management zijn. Of een of andere keel van om de hoek die dan manager is. Maar hoe belangrijk is management nu voor jou? Want je hebt een nieuw management team. Hoe belangrijk is het voor jou? Ja, elke artiest, dat is ook bij elke artiest anders. Want iedereen wil een bepaald soort... zijn manager zoekt hier bepaald iets, weet je. Mm-hmm. Je hebt verschillende managers. Elke persoon is anders. Het is niet dat elke manager hetzelfde is. Ik, voor wat ik nodig heb en hoe ik in elkaar zit, denk ik wel dat het een goede match is, weet je. Je hebt altijd dingen die beter kunnen, maar ik denk, ik hoef niet... Weet je, hoe het nu gaat, zeg maar, ik vind het wel goed. Er wordt geluisterd, ze bedenken met me mee. En ja, kijk, er is gewoon veel werk, dus je hebt sowieso mensen nodig. En ja. Het gaat erom van, willen hun ook met jou dat die shit gewoon echt doen? En dat is zo, dus qua dat is het wel goed. Ja. Alleen sommige mensen zoeken ander soort managers weer, weet je. Elke artiest is anders. Ja. Het ligt meer aan hoe je zelf... Aan wat je wil en waar je droom zijn. Jij wilt gewoon de game overnemen, daar ligt jouw focus. Ja, maar ook... ik ben niet zo goed met... ik ben een beetje lui, weet je. Dus ik heb mensen nodig die af en toe connecten en die veel gewoon zelf doen en zo. Ik kan niet elke dag alles zeggen. Zo. Ik ben gewoon zo. Je weet toch? Je hebt af en toe ook managers, bijvoorbeeld die als je zegt neef en die tegen die moet je elke keer alles zeggen en die moet nog alles leren en die moet nog dit en die moet je nog echt je hersenen op heel hoog niveau blijven werken en zo. Ja. Hier krijg je af en toe ook nog een signaal van de andere kant of iets van doe het zo, begrijp je? Ja. Dat is wel oké. Okay. Ja, gewoon een beetje feedback van zo gaan we gewoon dingen uitbouwen. Ja, maar dat is voor elke artiest moet gewoon kijken wat hij beste vindt en waar hij zichzelf, wat zijn verlenging is, zeg maar. Ja, ik denk sowieso dat jij een sponsordeal moet gaan fixen voor die zonnebrillen, bro. Dat is een van je kenmerken. Dat iedereen, ja. Zeg maar, zijn een paar dingen die blijven hangen bij jou. De flow, motherfuck, zonnebril, staat daar. Maar gewoon, er hangt, maar snap je dat ook, dat soort mysterieuze wat om jou heen hangt? Je doet geen interviews bijna. Je hebt op één hand te tellen of twee vingers te tellen heb je interviews gedaan. Volgens mij een van jouw eerste interviews, volgens mij hebben wij... Ja, toch? Was in de studio... Je hebt geluk, Nando. Ja, toch? Je hebt geluk. Nando Lix is die goudzoeker, toch? Is die goudzoeker. Nee, ik heb het niet zo met interviews, bro. Ik ben zelf niet zo'n prater, zo. En ik hou er niet van om, als ik ga praten, om ook nog... op te letten in wat ik ga zeggen en al die shit. En dat mensen het verkeerd raar uit verband gaan halen. En dat soort... Fuck die shit, broer. Ja. Weet je? En mensen zeggen, je hebt dat nodig. Dat ik vind van niet. Ik ben nu ook grote artiest zonder dat ik dat ooit heb gedaan. Tenminste, ik heb wel met jou toen der tijd gedaan en zo. Maar ik heb niet echt interviews gedaan. Dat ik bij elke liedje die eruit komt even interviews ga doen. Of dat soort dingen. Ja, want daarom is het ook heel uniek dat je nu in Real Talk zit... Waar je ook echt minimaal een uur praat. Dus dat is sowieso uniek. Waarom dacht je bij jezelf, hey, dit ga ik wel doen. In plaats van, zeg maar, al die... Ja, hoe ga ik je zeggen? Ik zei het je vorige keer al toen. Je bent er niet om iemand onderuit te halen of zo. Je weet toch? En zoals je net ook zei, niet in de video, maar los van die video zei je van... later wil je wel... als ik later het ouder ben, kan ik gewoon wel een goede interview kijken van mezelf met iemand met wie ik wou praten. Mm. Voor de rest, broer, ik heb geen... ik hoef niet met jou te praten voor een Fanix of voor Fanix of voor een andere radio of voor dit of dat. Volgende dag hebben hun scheid aan mij, bro. Dus waarom zou ik dat doen? Je weet toch, jij draait mijn muziek, jij doet dit... Ja, toch, het is geven en nemen, bro. Zo zie ik het. Ja, maar je bent, weet je, want zeg maar, weet je, mensen horen wel. Jouw tracks worden overal in clubs, shisha langs. Wat is, kan je het moment herinneren dat je voor het eerst je muziek ergens hoorde? Want dat is zeg maar dat moment wat je nooit vergeet. De eerste keer dat jij gewoon. Kijk, de eerste keer is het me toegestuurd, weet je? Ja. Dat in een club ergens werd gedraaid. Ja.
Maar het zijn fases, bro. Toen Cartier kwam en zo, ja. Ja. Daar hoor je... Als je ergens binnenkomt, gaan ze het liedje ergens zetten. Ja. Of, dat zie je ook vaak, je weet toch? Ja. Maar de eerste keer dus was... Ja, iemand had het me gestuurd, man. Ja, die ging hem, hoor, Cartier. Ik weet nog dat ik toen... Toen heb ik een prijs overhandigen in de studio. Toen was je met Doughboy. En toen zag je zo trots, zeg maar, op je gezicht van... Ja man, dit is wel een mijlpaal. Weet je, ik zag aan je dat je trots was. Kijk, trots is gemist. Ik heb gewoon alleen een first gezet. Dus het is niet mijn track of zo. Maar ik voel me wel gewoon verbonden met die track. Ook omdat gewoon Doughboy soldaat is. En hij... Weet je, die track die hij zo bij elkaar had gezet... had hij ook niet gezet van het gaat een... wereldhit wordt. Het is gewoon een wereldhit geworden. Ja. Begrijp je? Ja. Dat weet je niet. Ja. Maar het is het wel geworden. En daardoor, broer, is gewoon... Natuurlijk ga je dan trots zijn. Maar overal, broer, maakt niet uit waar ze kennen die track. Maakt niet uit. Ja. Weet je, dus dat is gek, broer. Cartier, man. Legendary. Nou, wat ik al zei, van zeg maar, in real talk, de diepgang, de verhalen achter dingen, dingen die mensen willen weten. Wat ik al zei, het verhaal achter de zonnebril. Gaan we voor nu even eens aan het opklaren. What's the story behind the glasses? Dat is de mysterie. Man, overzie je zo. Ja, man. Ja. Hoe ga ik zeggen? Het was gewoon begonnen met... die eerste tracks ging ik gewoon aan denken. En ik wist niet of ik er heel goed in was. Ik wist niet. Toen der tijd was het ook niet zo dat je als straatartiest heel geld kon verdienen of zo, weet je. Mm-hmm. En wij hebben dat eigenlijk gewoon op gang gezet. Onze generatie. Maar daarvoor was dat niet zo. Dus ik wist niet of het wel een goede idee was. En ik was buiten en je doet vervelende dingen. En je hebt al je vrienden om je heen. Ben je gek aan praten? Ben je gek? Je gaat je ogen laten zien. Broer, no man. Undercover, brada. Geen ogen. Zoals die shit. Met al die meningen en mezelf dacht ik, weet je wat? Want eerst wou ik gewoon helemaal undercover. Wat je ook veel ziet in Engeland. Ja. Of in Frankrijk. Ja. Of Bivak. Of maakt niet uit, iets hier of zo. Ja. Ik dacht eerst aan zoiets. Maar toen dacht ik van, stel het wordt wel wat. En je moet shows doen. En dan is het irritant met Bivak show. Dus ik dacht van, er moet intussen iets grijpen, joh. Ja. En daardoor die bril, man. Toen heb ik gewoon bril opgedaan en vanaf toen niet meer afgedaan bij camera's. En ik hou ook niet van aandacht, bro. Mm-hmm. Kijk, het helpt wel, maar ik word ook gewoon soms herkend zonder bril. Maar het is wel beter dan als ik geen bril had, weet je? Ja. Ik hou niet heel veel van aandacht en het helpt wel als ik gewoon bril af heb. Ja. Maar is het zo, want het is wel zo van... je maakt de mysterie alleen maar groter... doordat mensen benieuwd zijn. Wie ja, zit maar die daar, pet? Denk je, daar denk je op dat soort momenten niet aan. Ja. Dat is allemaal wat hun ervan maken. Mensen gaan naar foto's zoeken toen ik op basisschool zat... en al dat soort dingen, alleen om mijn ogen te zien. Om te kijken of ik niet blind ben of zie je gekke wat, ogen wat heb. Wat is het gekste wat je ooit hebt gehoord over wat er achter de bril zit? Wat zeg maar mensen weg... Van alles, man. Zo, ik heb ook gewoon wel eens bijna ruzie gehad... omdat in de club wil iemand gewoon mijn bril aftrekken of zo. Dan krijg je hem gelijk, bro. Dat bestaat niet. Ja, tuurlijk, bro. Of een meisje of zo. Ik klap gelijk, bro. Kan niet. Weet je? Ja. Dat soort dingen. Dus het is wel echt extreem voor hun. Dat maar een meisje weten. Die gewoon echt je zonnebril gewoon eraf wil halen? Of een gast? Of een... Nee. Ja, oh. Gast, meisje, bro. Het gebeurt zo vaak, bro. Wauw, damn. Dus, maar dat betekent dus nu zeg maar, dus alle, want al jouw interviews zijn met zonnebril. Alles. Alles wat met camera te maken heeft is met zonnebril. Ziek. Of met uitgaan. Of met alles wat met mij en mijn muziek en mijn fans te maken heeft, is bril op. Ja. Als ik ergens zit te chillen, heb ik geen bril op. Dus we kunnen niet opeens nu een real talk dat je zo doet. Dat is gewoon, Nee, man. Ik vind het wel dope, man. Het heeft wel een soort... Rick Ross heeft het ook. Die heeft het ook, zeg maar, heel lang in die houdt het ook, zeg maar, in stand. Van, de glasses hoort bij
De meerdere package. Mensen hebben het ook in Frankrijk. Zijn er een paar, maar Metric Kims heeft dat ook. Ja, klopt. Ja, met, ja klopt. Ja. Dus altijd, ik ben niet de enige of zo. Ja. Maar, in Nederland wel? Ja, in Nederland wel. In Nederland, in Nederland heb je gewoon, nee, toch? Ja, man. Zieke shit. Maar lyrics. Voordat we zeg maar eruit gaan, wil ik sowieso 3 van je favoriete songs even doornemen qua lyrics. Waarvan jij denkt van, dat zijn wel mijn songs. Dat zijn tracks of lyrics waar ik echt iets mee heb. Ik heb veel liedjes die ook nog niet uit zijn. Dus ik weet niet, wat bedoel je, toch nog niet uit zijn of die uit zijn? Nee, gewoon die nu uit zijn. We gaan die uit zijn, dus die nu gewoon... Ja, ja. Oké, okay, ja, ik rook veel weed in dan, dus ik vergeet snel, weet je. Ik moet even nadenken. Gewoon je phone, nee, ja. Ik heb sowieso laatst eentje uitgebracht. Ja. Laatst heb ik eentje uitgebracht met mijn broertjes. Ja. Ook eentje rapper, eentje beatmaker dus. Ja. Even kijken, daar zeg ik... ik haal af en toe zeg bijvoorbeeld, ik zeg mensen weten altijd beter. Ja. Het is gewoon een kleine zinnetje. Ja. Maar het is een grote zin. Begrijp je? Wat ik daarmee bedoel, mensen weten altijd beter. Gewoon in alles wat je te maken heeft, broer, heeft iemand wel een mening van nee, het moet zo. Nee, dit is beter. In alles, bro. Wil ik een schoen halen? Nee, die is mooier. Wil je een het liedje uitbrengen? Nee, die is beter. Mensen weten altijd beter, broer. Ja. Weet je? Alleen ik leg het gewoon in een kleine zin uit. Algemeenheid. Van ik heb mijn eigen mening, broer. Weet je? En dat soort dingen, wat heb ik nog meer? Fuck die haters heb ik laatst uitgebracht. Kan hakaileum in het Marokkaans. Dus ik lach ze uit. Hoe leg jij de haters? Ja, kijk, haters is een simpel woord, weet je. Maar het is gewoon van meer de mensen die echt wat tegen jou hebben. Mm-hmm. Kijk, haters zijn niet mensen die even één keer zegt, ah, ik luister niet naar hem. Of hij is nep of zo. Dat, iedereen heeft zijn eigen mening, maar haters, bro, die echt op je zijn, je weet toch? Die, dat je daar gewoon een mooie track hoort die ik lekker kan optreden als iedereen in het publiek zit zo te doen. Dat is een relax, ja, toch? Ja. Je weet toch? Ja. Maar bro, ik heb veel, echt heel veel lines in bijna elke liedje waar ik wel kan een... Laten we even kijken, nog meer. Wat ik heb uitgebracht. Ja, als een artiest zijn heb je zoveel lyrics die je schrijft, maar... Ja, is... Een verhaal achter lyrics, achter bars, achter dingen die je wil dat zeg maar echt overkomt bij mensen. Dat mensen zeggen van... Ja, ik heb bijvoorbeeld met Cheza heb ik een liedje, een serie uitgebracht. Mm-hmm. Met, ken je die of niet? Die heet Ashiri. Ik en Cheza is via Avalon uitgebracht. Daar zeg ik, zeg maar, mijn eerste zin is... Fuck room, is hoofdpijn, het moest zo zijn. Gek doen, normaal, ey. Maar dat, je weet toch, ik begin met fuck room, is hoofdpijn. Dat is mijn eerste zin, je weet toch van... Ja. Maar het is muzikaal, best, het is geen laag niveau. Ja. Melodie en alles, begrijp je? Dus het heeft allemaal... Ik ben daar om muziek te maken, ook al haat ik het een beetje omdat het me, omdat ik roem haat. Ja. Begrijp je? Ja. Dus ik ben met iets bezig wat het alleen maar eigenlijk erger gaat maken, weet je. Maar we leven daarin en dat is onze brood, dus we moeten dat doen. Ja. Maar dat soort dingen en even kijken. Keep making a moves, man. Even te kijken naar de internetverbinding is hier een beetje crooked. Wat is zeg maar een van je favoriete samenwerkingen? Dat je denkt, behalve Cartier, maar zijn er songs waar je er extra trots op bent? Lacrim. Oké. Ja, die met Lacrim sowieso, man. Lacrim, en ik heb die 10 miljoen, $10 million. Ja, en binnenkort komt ook met Mr. You. Dat is ook een hele grote... Ja? Wat de fuck? Ziek, joh. Ziek. Dus er komen meer dingen aan. Dus we moeten gewoon je muziek in de gaten houden. We moeten je label volgen.
Vooral dat, man. Mijn label volgen, mijn broertje komt eraan. Ik, mijn ander broertje Jessie. Er is zoveel muziek wat eruit gaat komen, bro. Ja. Dus, ja. Ik zou zeggen, volg die shit, ja, man. Spouw business. Check die movement, man. Dit is een podcast van Real Talk. Je boy Nando, keep it hard, keep it bang. Zeg je abonneer. Dit is The Realest Conversation. Check alle 25 afleveringen. En Robbie is hier. Hij doet bijna nooit interviews. Maar hij is hier voor jullie. De podcast, Real Talk. Abonneer, deel het. Zeg wat je ervan vindt. En blijf die love showen. Die man is zijn ding aan het doen. Hij is aan het bouwen. Bouw met die man mee. En bouw met de movement, man. Keep the moves moving. Nando Leaks. Ra! Nando Leaks Podcast. Real